Hebben jullie Stavraat nog gezien? Ja, zeker. Die is ook wat ouder geworden. Een beetje. Maar goed, sommige mensen, het is voor mij natuurlijk een soort reunie, hè. Sommige mensen heb ik 20 jaar niet gezien. En de tand destijds vreet dan aan je. Weet je wat Stan net tegen me zei toen ik daar binnenkwam? Hij zei, ga je dat plaatje weer aan? Ik zei, dat klopt, want ik heb verlof. Ik ga zo meteen doorrijden. Hij zegt, uw haar is zeker al ingepakt en dat is al op weg naar Playa. Hij wordt bedankt. En zeg maar, ik vind het fantastisch dat je gekomen bent. Ik heb je ten eerste laat gebeld. Want ik dacht eigenlijk van, je moet van zo ver komen, je vindt het zo druk, dat gaat niet lukken. Maar er was zoveel vraag naar jou. Er waren zoveel mensen die jou aan het druk zien. Ik denk, ik ga een stoute schoen aantrekken. Verbeter me als het niet waar is, maar ik heb je pas maandag gebeld om vandaag in te kunnen doen. Ja. Ik ben blij dat je gebeld hebt trouwens. Ik wist het niet. Ik wist het wel, want een tijd geleden heeft Dick van Hulp mij een kort mailtje gestuurd. Maar goed, je slaat dat nog, het is net in mijn vakantieperiode, dus ik denk, ja, dat komt nog wel wat. Maar ik was blij dat je belde, want ja, ik bedoel, die tijd valt met mij dan, die amigo en Caroline, dat heeft zo'n indruk gemaakt. En dat is zo'n belangrijk stuk van mijn leven geweest. En ik heb er ook heel veel aan te danken, als ik eerlijk ben. En die oude roestige schijt, zoals Otto dat al net zei. Je zei het, hè? Die platen waren op sommige stukken maar een paar millimeter. Kun jij je herinneren dat wij eens een keer mensen hebben gehad van de CAOBV die de voorraden ons. En die zijn met een metaaldetector onder dat schip door geweest. Op sommige plekken onder de generatoren was de scheepshuid maar 2/10 millimeter dik. En dat waren ook de plekken die hebben beschreven, die als we dus flinke storm hadden, die scheurden, dan lagen dat spoot eruit. En dan werd je door de Engelsen weer wakker gemaakt. Don't panic, we're sinking! En het grappige is, dan merk je dus het verschil tussen de Vlamingen en de Hollanders en de Engelsen. De Engelsen gelijk van, oh, let's make a cup of tea! En wij gelijk van, doen we een neut? Geweldig, hele mooie tijd geweest. Ook wel eens, ja, spannend. En met name die schuit was oud. Je weet de acties van de WOB. Wij waren een keer in Oostende. Vanuit Oostende tenderden wij met een vissersman en die noemde Van Lul. Ah wel, hij had een zoon, de jongeheer Van Lul. En, ja sorry, maar zo heette die echt. En die bestuurde dan de tender naar het schip toe. Maar wij waren in de haven op een punt om weg te gaan. En toen komt er iemand naar ons toe van de politie. Die wist waar we zaten, in welk café. Hij zegt... Sst, je bent van de Mia Mio. Nee. Ah ja, versta je. Steek u weg. Steek u rap weg. Toen was er een actie van de BOB, die wisten waar wij zaten. Toen zijn we naar Blankenberg gegaan, van Blankenberg naar Duinkerken. En toen Boulogne-sur-Mer in Frankrijk, 2 weken later, want we moesten al steeds schuil houden, toen zijn we met een heel klein visserschuitje naar de Biabigo gegaan. En zo moest je ook vaak weer aan de wal, je moest gesmokkeld worden. En dat was wel eens heel spannend. Je was ook een van de DJ's die heel lang aan boord zaten, soms maanden naar elkaar. Ja, de laatste keer was 6 maanden en 18 dagen. Het enige wat, weet je dan wel dat wij wel eens een keer die rubberboot pakten met laag water, dat we dan naar de zandbank voeren, gingen we voetballen. Toen kwam er een laag in het topdiep, dat was een soort geul in die Noordzee. Dus als we van het anker sloegen, dan kwamen we eigenlijk nooit verder dan of die linker zandbank of die rechter. Want als je op de kust de pletter zou slaan, dan is het zonde van het schip, maar je wordt gearresteerd. Want wat wij deden was een enorm vergrijp natuurlijk, hè. Dat waren bandieten. Maar 6 maanden, 18 dagen was een beetje lang. Ik heb nog weken toen ik thuis lag, als ik in mijn bed thuis lag, ging dat bed alleen maar zo heen en weer. Nou, heel vervelend. Dat gebeurde op het schip ook wel eens hoor. Ik had een keer een hut op het achterdek en met een enorme storm, dan gaat zo'n schip, gaat dus die dijk met zijn kop zo in de golven. Maar op een gegeven moment, het draaien van eb naar vloed, draait zo'n schip ook mee. Dus dan komen die golven niet van de voorkant, nee, die komen van de zijkant. En zo'n kont van zo'n schip gaat ook nog eens een keer zo heen en weer. Ik sliep in het bovenste bed, onder mij weet ik niet meer. Jawel, vrouw van de mast.
En ik was heerlijk in slaap, want je slaapt lekker door op zo'n schip. Het is net alsof je in moeders buik zit. Nee, dat is je schot, dat is heerlijk. Maar goed, we krijgen dus weer een enorme opdonder van een golf. Dat schip gaat omhoog, klapt naar beneden, klapt ondertussen ook met zijn achterkant naar opzij, waardoor je uit je bed getild wordt. Dat gebeurde wel vaker. Maar toen draaide het schip onderweg en klopte ik van twee hoog zo naar beneden in mijn slaap. Nou, dat soort domme dingen, dat is onvoorstelbaar. Prachtig. Bike 16, dat was een enorm populair programma. Wat was de sleutel van het succes van dat programma? Ik denk het succes van het programma als Bike 16, dat het lag aan het feit dat we ons best deden om de luisteraars aan de bal een kijkje te geven aan boord van het idiote zendschip. Je hebt nu, ik weet niet of je dat hier hebt meegekregen, Big Brother. Dat is een programma in Nederland geweest. In een huis zitten 14 camera's. Er worden een stuk of hoeveel, 10 geloof ik. Hè? 10 mensen worden in zo'n huis gezet en die worden wekenlang met die camera's gevolgd. Als ze op het toilet zitten, als ze met elkaar knuffelen, als ze eten, als ze wassen. Die hebben een beetje voyeurisme. Maar goed, dat is enorm populair dat het gewone mensen waren. Wij proberen als disjockeys ook de gewone mensentaal te spreken. En mensen aan de wal een kijkje te geven aan boord van dat schip, waarbij ik heel eerlijk moet zeggen dat niet alles wat wij vertelden even waar was. Paken 16 bleef doorlijk aan, ook als je van boord was. In 1977 ben je een hele tijd niet aan boord geweest. Ja. Hoe kwam dat? Oh, dat was, daar heeft ook naar te lopen gegaan. Dat schip was in zeer slechte staat. Dat was eigenlijk ook volgens iedereen die iets van schepen weet, te gevaarlijk om op te vertoeven. We waren toen in Spanje, in Playa de Llano. We hebben in een gesprek met Silver Tak gezegd, Silver, luister en ik, dat gaat niet gaan, hè. Dat is te ding. Hij zei, wow, ga een keer praten met Ronan O'Reilly, de Engelse baas. Ja. Die rood alleen stikkies. Hele aardige man, maar daar moest je niet mee praten. Daar moest je een blind mee drinken. Zodra heeft toen geprobeerd om een firma te vinden die een totaal nieuw scheepshuis onder de Biamigo zou lassen. Op zee, dus op die plek, zodat we ook zouden kunnen doorzenden. Dat bleek dermate kostbaar dat hij ook tegen ons zei, dat kan niet. Dat geld is er niet. Biamigo heeft natuurlijk in het begin flink geld verdiend. Nadien werd dat steeds minder. Een organisatie in Spanje, eentje in Liechtenstein voor de financiën, eentje in, hier in Vlaanderen, en in Engeland, en in Nederland. Dat was niet te doen, dat was gewoon hartstikke duur. Dus het schip is ook een beetje uit nostalgische overwegingen zo lang in de lucht geweest. Want er werd niet veel meer verdiend. Maar goed, er was dus geen geld om het schip te repareren. Wij hadden zoiets van jongens, maar dit wordt een leek. Dat kan niet. Ik had zelf 3 of 4 keer schipbreuk geleden, dus dat het schip aan het zinken was. Eén is wel zo erg dat we, jeetje, was jij erbij of dan? Toen we al die overlevingsboten over het schip erbij gedonderd, elk schip heeft van die overlevingspakket, dinkies heet het geloof ik. Dan trek je aan het touwtje, het is zo'n apparaat, en dan valt daar iets open. Dan komt je kunt het vergelijken met die capsules die aan die maanraketten hangen, zo terug op de zee landen. Dat soort dingen. Er zit ook water in, het blik zit erin, koekjes, een mesje, allerlei andere dingen. Nou, de Biamigo was aan het zinken. Het was stralend weer, het was mooi, het was koud, het was zomer, maar die schuit ging naar beneden. Dus we konden niet meer uitzenden, alles stond inmiddels onder water, tot zover beneden dus. Hè. En dat ding is verloren, dus we hebben Mayday uitgezonden dan vlak voor de zelfs uit de lucht gingen. En dat resulteerde in het feit dat we een helikopter overkregen van de Royal Air Force. Die kon kijken hoe zielig we waren. En die boven die gingen weer weg. En wij wilden eigenlijk wel met die helikopter mee. Want ja, dat hebben die dinkies hebben ontvouwen. En die hebben om het schip heen gelegd. En het eerste wat we gedaan hebben, waar is de whisky? Die moet je namelijk redden. Dus die whisky, weet je nog, die whisky die hebben we toen in die dinkies gegooid. Maar het rare was, ik ben bij Biamigo gekomen begin 76 en ik was niet bijgelovig. Ik ben heel erg bijgelovig geworden. Maar wat gebeurt er? Op een of andere manier hebben we met handpompjes die schuit drijvende gehouden. Nou, die kwam weer zoveel boven water dat er een kleine generator gestart kon worden. Waardoor er een elektrische pomp kon worden bediend. Vervolgens de procedure die Otto al schilderde, zoeken naar het lek.
en daar poetskatoen in stoppen, dat met stokjes vastzetten, daar een soort cement overheen, dat zit hard in zout water, en flink pompen. En het mooie was dat al die dinkies, onze lifesavers die rond het schip lagen, die waren binnen 3 uur allemaal lek, inclusief mijn whisky. Dat ging allemaal 20 meter naar beneden. En die schuit die dreef. En we hebben nog een dag doorgebond, de zenders zijn droog gemaakt en 2 dagen nadien gingen we terug naar de lucht. Caroline als eerste, we zaten met de hele bemanning beneden in de Caroline studio. Of je weet, zat boven deks, Caroline zat beneden deks. En daar zaten stoere matrozen bij, daar zat een stoere Otto bij en veel meer andere stoere mensen. Ik was ook niet de magerste. Maar de tranen gingen over je gezicht, dat schip dat was er hier. Die zender was er in de lucht en je ging weer met z'n allen. Perfect, mooie tijd, schitterend. Je sprak net van Beekerhof, maar er was ook een spook op de wereld. Ja, ken je dat verhaal? Ik zou het heel erg vreemd worden. Nou, spook. Gelooft u in spoken? Ja. Ja? Ja, jij wel, als je in de spiegel kijkt. Lief, hè? We kennen elkaar wat langer dan vandaag. Dat schip is eind jaren 50, meen ik. Ik ben daar in zo'n boekenthuis in Scandinavië omgebouwd. Als vrachtschip naar een zendschip van Radio Noor destijds. Een van die werkers daar, een jonge man van de jaren 233, die is omgekomen tijdens de werkzaamheden. En toen wij voor de eerste keer dat schip kwamen, zijn het met name de Engelsen. Want Engelsen zijn heel bijgelovig. Do you know we have a ghost? Today, I don't believe in ghosts. Just watch it. Het rare was, zegt je, en dat is echt waar. We moesten op een gegeven moment wachtlopen. Omdat er acties van de BOV waren in samenwerking met de Nederlandse BVD, de Franse en de Engelse. Met name straks wilden nog wel eens allebei schepen heel dicht bij ons komen. Dat was link. Dus we moesten wachtlopen. Dat deed je dan tussen 2 en 6 straks in je eentje. Zo ook ik. Door die actie van de marines, de samenwerkende Europese marines, konden wij niet bevoorraad worden. Wij hadden geen voedsel meer, we hadden alleen nog maar rijst. En dat rijst werd gekookt in zeewater. Nou, dat had je. En gewoon water maakte je door een grote pot op het vuur te zetten. En daar verdampt water uit, het zout blijft achter. Dat water ving je op in een doek. En zo had je weer een beetje drinkwater. Drank was er al helemaal niet, dus ik was nuchter. Maar goed, ik liep wacht, s'nachts. En ik hoor ineens... een deuntje. Ja, wat leuk, er is iemand wakker. Ik krijg gezelschap. Dus ik kijk nog eens, niemand. Ik ga naar buiten. Naar bakboord. Ik ga naar stuurboord. Het was overal even duidelijk. Ik was verneukt en die jongens die zeiden een geintje met me uit te halen, want dat hele schip hangt vol met elektronica, overal luidsprekertjes. Dus ik ging naar het achterdek. Zijn hou wordt op handen. Ik naar de zendertechnicus, Pieter Chicago. Ik maak hem wakker. Ik zei, what the fuck are you doing? Hij zei, let me sleep. Ik zei, no, I'm hearing a whistle. It must be our ghost. Ik zei, wat moet ik dan doen? Just asking to shut up. Nou ja, daar heb je niks aan. Ik ben teruggegaan, het is absoluut waar. Ik ben teruggegaan naar de messroom. Ik dacht, nou ja, verliezen kan ik niet. Er was niemand die me zag. Dus ik zeg zo van, geest, spook, als je me hoort, hou eens op met dat irritante gefluit. Ik word er helemaal gek van. Wat gebeurde, Serge? Ik hoorde het volgende. Oké. Stil. Ja, het is gebeurd. Dus dat spook zal daar bestaan hebben. En de Engelsen waren er heilig van overtuigd dat dat spook altijd gezorgd heeft dat er nooit iemand kwaad geschiedde op dat schip. Dus als we in de storm waren en we braken weer de ankerketting, het schip op drift, dat er met de mensen is gebeurd. En zo geschiedde. Want in 80 is het gezonken, ook zonder dat er mensen bij zijn omgekomen. Ja. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, toch? En Miami ook niet, want die blijft leven. Hier tenminste. Absoluut. Ja. 1 maart 1979. Nou ja. Dat is helemaal te gek. Zeg het niet te hard, dan kom ik er wel overheen. Ben je er klaar voor, Mark?
Nou, laten we eerst de show doen. Oké, okay, dus starten de tune van het nieuws, maar niet luid, hè? Niet luid. Bij de Kalme Noordzee is de biathlon-temperatuur 15 graden. Dus pak je aan de hoogte met het nieuws. Fantastisch, net zoals toen. Dames en heren, dames en heren, Marjano.